De spoorverbinding tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht loopt ondergronds door Rotterdam en kruist de Maas via de Willemspoortunnel. Maar dat was niet altijd zo. Tot 1993 liep de spoorlijn bovengronds over het zogenaamde luchtspoor. De Maas werd gekruist via bruggen. Een restant daarvan, de Hef, is nu een monument. In de oude situatie lag station Blaak verhoogd aan het luchtspoor. Tegenwoordig is station Blaak een indrukwekkend ondergronds station met een combinatie van ondergrondse spoor- en metroverbindingen op gescheiden niveaus. De architect van het nieuwe NS-station is Harry Reinders. Hij zorgde ervoor dat het nieuwe station Blaak bovengronds een opvallende vorm kreeg. Het ziet eruit als een soort vliegende schotel. Een spectaculaire blikvanger die effectief de aandacht op het ondergrondse station vestigt. Na goed gebruik hebben de Rotterdammers de stationskap direct veel minder spectaculair omgedoopt in het putdeksel. Om ondergronds de hoogteverschillen te overbruggen kan je kiezen uit het grote trappenhuis of de roltrap. Ook liften zijn beschikbaar. Als herinnering aan het verre verleden is in het treinstation boven spoor 1 een stuk van de middeleeuwse stadsmuur gereconstrueerd.